Vandaag kom ik vanuit Sneek. Ook hier wordt carnaval gevierd, traditioneel. En hier staat de jeugdprins. Even voorstellen, wie ben jij? Ik ben Jurre. En dan staat de hofdame er ook bij? Ik ben Boudina. En als we het over het carnaval in Sneek hebben, morgen een hele belangrijke dag. De optocht begint hoe laat, prins? Om 2:00. En hoeveel groepen en wagens doen mee? 33 tot 40. Helemaal mooi. We gaan naar het weer. Ik begin net vannacht. Vannacht met regen, een lichte regen. Het zuiden kan wel het meest droog blijven. En de temperaturen liggen vannacht zo tussen de 5 en de 8 graden. De lagere temperaturen in zuidelijk Limburg. Dan de wind, die komt uit het zuidwesten. En die mag er zijn. Krachtig of hard in de kustgebieden. Windstoot in kracht 7 landinwaarts tot in kracht 9 in de kustgebieden en in het Waddengebied. Een ruig weertype. Morgen. Regen en lichte regen, maar toch ook flinke droge perioden. En dat is dan weer mooi voor carnaval vierend Nederland. Ja, verder een temperatuur tussen de 10 en de 12 graden, die is best wel hoog. De wind nog altijd uit het zuidwesten komend, matig tot krachtig, hard in de kustgebieden. Windstoten in kracht 7 landinwaarts tot in kracht 9 in de kustgebieden en in het Waddengebied. Ja, daarvoor toch wel een duidelijke waarschuwing, zeker ook voor alle optochten. Maar ik heb ook nog wat anders. Geleidelijk aan in de middag wordt de wind wat minder sterk. In de avond en nacht regen, veel regen en dan op naar zondag. Zondag wordt een dag met ook regenachtig weer. Later buiig in het noordwesten, in het Waddengebied nog even kans op zon. En verder de temperaturen 9 tot 11 graden. En de wind matig tot krachtig in de kustgebieden hard. Windstoten in kracht 6 of 7. Dus een iets wat rustiger weertype. Maar de echte rust is er nog niet hoor. We gaan naar de avond en nacht dan geleidelijk aan minder buien en op naar maandag. Bijna droog, een bui of een buitje, de temperatuur rond 10 graden. Dinsdag ook een bui of een buitje, temperatuur rond 10 graden. Op beide dagen een krachtige wind in de kustgebieden. En dan gaan we door naar woensdag. Dan gaat de temperatuur terug naar 6 of 7 graden. Dan hebben we een weertype met buien, met kans op natte sneeuw, hagel, de zon er even bij. Nou ja, en opnieuw een krachtige tot harde wind. En natuurlijk gaan we morgen verder kijken naar het carnavalsweer voor in het weekend. Alvast een waarschuwing voor die kans op windstoten, vooral ook morgen. Hier staat secondant. Thomas. Zondag, ook een belangrijke dag. Wat is er dan te doen? De kerk en playback show. En die playback show is zondagmiddag? Ja. In jullie gebouw, en waar staat dat gebouw? Oude Dijk. Nou, dan weten we ook waar we terecht kunnen. En wat ons betreft mensen, een groet, een carnavalsgroet. Hier vanuit Sneek komt-ie. Ontmoen. Tot morgen.